Welkom in de beurs van Berlage, waar Fast Moving Targets de hele dag aanwezig is om digital marketing live te verslaan. Middels een serie interviews. Eerste gast zit hier aan tafel. Andrea Huiszoon, je bent van de persgroep. Wat doe je bij de persgroep? Ik doe eigenlijk twee verschillende dingen. Ik ben verantwoordelijk voor het Media Lab. En het Media Lab is eigenlijk het team binnen de persgroep die dingen voor adverteerders doet die niet standaard zijn. Dus speciaal dingen creëren voor ze of samenwerkingen opzoeken met onze marketingafdelingen bijvoorbeeld. En aan de andere kant doe ik een stuk business development en eigenlijk allemaal over de rug van content. Het is heel erg aan elkaar gelieerd. Hè? Adverteerders willen steeds meer met content. En wij moeten ook ons productportfolio zo uitbreiden dat we plekken hebben binnen onze netwerken om die content te kunnen brengen. Ja, en geef daar eens een voorbeeld van, want jullie zijn gespecialiseerd sowieso in het maken van content. Precies. Hè? En die content kan er deels ook zijn dankzij de adverteerders, hè? De inkomsten die kant. Ja. Ik voel namelijk een spanningsveld aankomen, maar vertel jij me eerst eventjes, geef eens een voorbeeld van hoe werkt dat dan als die adverteerders verhalen willen gaan vertellen. Nou, we zien de afgelopen jaren dat in de crisis zeg maar dat adverteerders steeds meer hun media mix of hun verhaal aan het uitkleden waren. Het ging steeds meer over het product en over de aanbieding en over, over korting. Hè. Als ik het even heel erg plat sla en je merkt nu dat als de recessie weer voorbij is, dat die adverteerder zich nu een beetje op zijn hoofd krabbelt en denkt van ja, wat maakt me eigenlijk onderscheidend van mijn concurrent en waarom zouden mensen mij moeten kopen in plaats van een ander? Als ik als prijs niet meer de differentiator is, wat is dat dan? En dat zijn eigenlijk allemaal verhalen. En bij de een is dat ze duurzamer zijn dan een ander. Bij de ander is dat ze een beter product hebben. Of dat ze sneller, beter, harder zijn. I don't know. Hè? Ja. Dat kan van allerlei verhalen zijn. En ik denk dat als we 10 jaar geleden kijken, dat adverteerders nog heel erg hun verhaal vertelden op hun eigen site. Hè? Mensen gingen naar de site van de adverteerder om daar het verhaal te lezen over dat product. Ja, die tijd is voorbij. Mensen verwachten dat het verhaal naar hun toe komt. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak in social media, maar dat gebeurt ook in media zoals die van ons. Waar mensen bij uitstek komen om te lezen. Dat geldt voor onze kranten, maar ook voor onze digitale producten. Mensen komen daar om te lezen. En het is heel leuk om daar ook het verhaal van de adverteerder te brengen. Ja, maar helpen jullie ze dan ook om ze op alle mogelijke platformen bij die lezer of kijker te brengen? Dus als jij gaat praten met een adverteerder, met een verhaal, zeg je dan ook van, dit kunnen we doen binnen of met de krant en de sites daarvan. Maar Facebook zou ik dit doen. Pak je ook andere media bij of richten jullie op je eigen media? Het ligt een beetje aan de klant. Dus we werken natuurlijk met heel veel klanten waar een reclamebureau bij zit of een mediabureau die eigenlijk een hele strategie hebben uitgedacht en ze hebben gezegd dit is het verhaal en dit is het verhaal wat we binnen verschillende platformen willen vertellen en wij gaan het dan wel of niet voor ze maken. Dat ligt een beetje aan de samenwerking. Bij sommige adverteerders gaan wij zelf helpen met het bepalen van het verhaal. Dus dan gaan we het wel adviseren van je kan ook daar dat doen. We werken ook samen met Q Music of met Tweakers, dus dat zijn platformen binnen ons netwerk die we ook nog kunnen inschakelen. Maar televisie bijvoorbeeld doen wij niet. Maar we werken wel samen. Bijvoorbeeld, we kunnen samenwerken met een Brandelli of met een National Geographic of zo om dat te brengen. Kun je een voorbeeld ietsje uitdiepen van een klant en een verhaal? Nou, het is een iets oudere case, maar hij legt wel heel duidelijk uit wat we doen. We hebben een case gedaan voor Nespresso. En Nespresso is het bekende koffiemerk. Bekend van George Clooney. Op televisie brengen ze George Clooney en George Clooney. Ja, en dat werkt uitstekend voor hun merkbekendheid. Maar eigenlijk kunnen ze daar niet heel veel verdieping meer in geven. Mensen kennen Nespresso, maar uiteindelijk is nu de vraag, hoe gaan we zorgen dat mensen Nespresso blijven kopen en niet de capsules van de HEMA of van de Albert Heijn of van de eigen merk en die hun Nespresso-apparaten weten te passen. Ja. En dat verhaal van hen gaat heel erg over duurzaamheid. En ook over smaak van koffie. En ze hebben eigenlijk verschillende verhalen. Dus wij hebben ze geholpen dat verhaal te vertellen. Maar eigenlijk op verschillende manieren. We weten dat de lezers en bezoekers van Parool heel erg aanslaan op smaak en op culinair. Dus daar hebben we dat verhaal verteld. We weten dat de lezers van Trouw heel erg aanslaan op duurzaamheid. Dus hoe helpen we die boeren? Hoe helpen we ze om hun kinderen naar school te laten gaan? Om genoeg te verdienen, om hun leven goed te leiden? En bij Volksland gaat het meer om het technische product. Dus hoe gaan we nou zorgen dat die koffie zo snel mogelijk in die capsules komt, zodat die smaak goed bewaard blijft. Dus eigenlijk al die verschillende lezers hebben een verschillend interesse. En wat je nu ziet in content marketing is dat je dat steeds meer gaat aanhaken. Mensen vertelden vroeger één verhaal en pushen dat op alle verschillende kanalen. En nu zie je van doelgroepen zijn verschillend, hè? Ja. Thank God. Ja. En verhalen die aanspreken zijn dus ook verschillend. En daar helpen we ze bij. Dus we schrijven verschillende verhalen, we gebruiken verschillende beelden. En in sommige gevallen verschillende platformen om dat verhaal te vertellen. En hoe kom ik die tegen op de krant of de website?
Ja, in het geval van Espresso in onze magazines is dat verschenen. En op de site middels longreads, dus eigenlijk langer verhalen die video en veel beeld bevatten, staan ze op de platformen van de Volkskrant bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar dan wel duidelijk, je had het over spanningsveld. Dat is de vraag, hè? Ja. Dat spanningsveld zit er natuurlijk bij een mediabedrijf. Het is heel belangrijk voor ons om duidelijk te maken wie de afzender is. Dus er staat altijd wel boven dat de afzender die adverteerder is. En dat moet ook, hè, bij ons, want het moet wel vertrouwenswekkend zijn. Maar dat houdt niet in dat je niet content kunt maken op een aantrekkelijke manier. Dus de adverteerder mag ook mooie content maken. Ja, juist, wij mogen ook mooie content maken voor een adverteerder. Ja. Je zei eerder, dus dat is de trend die we zien. Hè? Dus de adverteerder die wil dit ook weer meer gaan doen. De merken willen hier meer tijd en energie insteken. Ja. Worden het meer continue verhalen die bedrijven gaan vertellen? Dat begint te komen. Dus we hebben de eerste samenwerkingen die zeg maar langer duren. Dus het is heel erg 4 weken, 6 weken steeds een beetje geweest. En nu hebben we samenwerkingen 3, 4, 5, 6 maanden overstijgen. Dus die lengte hebben. En dat is leuk, waar we continu nieuwe verhalen kunnen brengen. Ja. Hindert het jou dat jullie geen televisie hebben hier? Soms, maar uiteindelijk, als het verhaal goed genoeg is, kunnen we wel partnerships opzoeken. Ik spreek regelmatig met Brandelli bijvoorbeeld, die eigenlijk hetzelfde hebben. Die hebben natuurlijk televisie, maar heel veel andere dingen niet. Onze merken zijn heel erg aan elkaar gelieerd. Hè? Dus op het moment dat we een briefing krijgen waarvan we het idee hebben van nou, het zou sterker zijn met televisie, dan ben ik niet geschroomd om daar contact mee op te nemen. En vice versa. Dus we hebben ook wel samen een briefing uitgewerkt. En dus dat kan wel. Ja. Wat heb jij aan de deskundigheid van, zeg maar van de redacties van de media waarvoor je werkt? Dat zijn verhalenvertellers bij uitstek. Ja. Hoe werkt dat samen? Of is dat echt, zijn het heel verschillende werelden? Nou, het zijn verschillende werelden, maar ik kan ze wel gebruiken. Dus sowieso als wij verhalen schrijven, maak ik best wel veel gebruik van freelance journalisten die oogschrijven voor onze titels. Hè. Ik mag niet gebruik maken van onze mensen die in dienst zijn. Maar nieuwsmedia wordt ook gemaakt door heel veel freelance journalisten. Dus als ik zeg, ik heb een verhaal over financiën. Ik zoek een goede journalist die daar een goed verhaal over kan schrijven. Dan kan ik wel een contact opnemen met de redactie en zeggen, kun je mij iemand tippen? Ja. Dus dan kunnen we gebruik maken van die expertise van die persoon. Dus dat is super fijn. Je ziet bij heel veel mediabedrijven dat ze één tekstschrijver hebben die schrijft over auto's en over food en over financiën. Nou, die keuze maken wij niet. We maken heel bewust de keuze om een goede journalist op dat domein te kiezen. Maar ik ga ook wel sparren. Ik heb bijvoorbeeld binnenkort weer een afspraak met de chef sport. En we zijn een verhaal aan het maken voor de Olympische Spelen voor een adverteerder. Nou, dan ga ik even met hem sparren wat er nou leuke invalshoek zijn voor die adverteerder om te gaan doen. En vervolgens gaan wij het wel commercieel produceren. Maar hij kan mij wel helpen van wat vinden mijn lezers interessant. En welke invalshoek zou kunnen aanslaan. Dus die contacten zijn er wel. Ja. Heel vaak willen adverteerders, ze zeggen soms misschien wel van niet, maar uiteindelijk is het bereik waar het toch bijna altijd op uitkomt. Hè? En misschien zul jij dan in sommige gevallen zeggen, ja, maar het gaat ook gaat over de relevantie, het gaat over de kwaliteit en al dat soort dingen. Waar word jij op afgerekend bij dit soort dingen? Wat voor afspraken maak je met een... Nou, we maken heel duidelijk afspraken op brandniveau, hè? Dus op brand KPI's. Dus gaan we een stijging veroorzaken in duurzaamheid of gaan we een stijging veroorzaken in een innovatie merk of zulke soort factoren. Eigenlijk factoren waar die klant zelf ook op meten. Al die klanten die tracken natuurlijk hun eigen performance. Dus dat zijn indicatoren die we meenemen en die we ook veel voor klanten meten. Dus ik word er niet op afgerekend, maar dat is wel waar we bewijs voor willen laten zien. En als je het hebt over bereik, bereik ik daar 1 miljoen mensen mee? Hè? Met zo'n long read digitaal bijvoorbeeld? Nee. Maar wel 30.000, 40.000 mensen die 3 à 4 minuten die content zitten te lezen. Hè? Dus dat bereik je niet meer op je eigen site. Dus je moet het afzetten tegen andere dingen. Dus het is op zich geen massamedium meer. Het is een verdieping medium waarvan je hoopt dat mensen daar een... Maar kost het je moeite om dat verhaal... ik vraag het natuurlijk ook omdat ik het zelf altijd meemaak. Het is heel eenvoudig om bereik te genereren. Hè? Ja. Die kan je kopen. Blazen. Dat is goed te doen. Ja. Maar hebben die mensen nog gekeken? Hebben ze het gelezen? Hebben ze het et cetera? Nou, zeker in digitaal kunnen we dat natuurlijk heel goed lezen. Maar ook in print hebben we daar heel veel onderzoeken voor die dat laten zien. Dat mensen het hebben gelezen en dat ze het hebben uitgelezen en wat de effecten zijn. Dus we doen heel veel effectstudies. En dat moet ook in deze fase dat je met elkaar begint. Ja. Zeker als je met een adverteerder begint, dan moet je dat gewoon doen. Nou, ING komt nu voor de derde keer terug voor een campagne over voetbal. Hè. We hebben die 2 keer getraind. En ze zijn heel tevreden. Dus weet je, als een klant terugkomt, dan betekent dat voor mij dat we goede dingen doen. Ja. Absoluut. En dat bouwt dan op en dat kan je weer aan anderen vertellen. Precies. Zo gaat dat. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
De hele dag zijn we hier aanwezig in de beurs van Berlage. Een stuk of 15 interviews staan er op het schema. Over een kwartiertje zijn we weer terug. Tot straks. Ja, het komt online te staan. En dan zie je ziet of je Twitter-handel langskomen. Of je naar jezelf wil kijken, is aan jou.